We zijn in Den Bosch, waar ik met de groep heb afgesproken in een Grand Café. Omdat Sanne de verleiding niet kan weerstaan haar geld aan onnodige dingen uit te geven, moet ze vandaag leren de hand op de knip te houden. Goedemorgen allemaal. Wat zitten jullie heerlijk aan de koffie en de thee. Jongens, het belooft vandaag een hele leuke dag te gaan worden. Sanne wil net als haar leeftijdsgenoten dolgraag op zichzelf wonen. Alleen moet ze leren om met de juiste boodschappen thuis te komen. In plaats van allerlei lekkernijen die niet op haar boodschappenlijstje staan. In mijn mandje gaat in plaats van soms aardappelen, lekkere aardappelchips. En dat is niet de bedoeling. Nee, dat is inderdaad niet de bedoeling. Want als je op jezelf gaat wonen, moet je leren om bewust met je geld om te gaan. Dat betekent voor Sanne dat ze zich moet beperken tot wat er echt nodig is. Ik vraag aan jou en aan jullie om een aantal spullen te gaan kopen. We gaan een enorme badmintonwedstrijd met elkaar hebben. Oeh, Sanne, jij bent er heel erg goed in, toch? Ik ook. Jij ook? Ik ook. Super. Vincent? Ik wil wel proberen, heel graag. Nou, Sanne is echt een ster erin, toch, Sanne? Ja. Oké, dus dit wordt helemaal jouw ding. Ja. Maar voor een toernooi hebben we wel spullen nodig. 6 badmintonrackets, shuttles, t-shirts, een prijs. En er moet geld overblijven voor na afloop, hè, om lekker wat te kunnen drinken, om wat te kunnen eten. En daarom heb ik een hele mooie pot met geld voor jou. Met daarin 200 euro. 200 euro? Ja, jackpot. Okay. Jackpot dus. Niet alles opmaken. Het budget dat ze krijgt, daar moet ze het ook echt van doen. Jij bent de boekhouder. Jij bent degene die het geld gaat verdelen. Vind je dit lastig? Ja. Maar waarom is dit zo spannend voor jou? Omdat ik toch best wel veel vind het geld en niet weet hoeveel het gaat kosten. Dus eigenlijk heb je helemaal geen overzicht in je hoofd? Nee, nu helemaal niet. En hoe voelt dat dan in jouw hoofd? Dat gaat nu van alles door me heen. Zoals? Wat denk je dan? 200 euro is heel veel. Dat heb ik nog nooit in mijn handen gehad. Nou, gefeliciteerd alvast. Hier, geniet er even van. Hou het even goed vast. Ja. Overzicht houden en omgaan met geld is iets wat meer jongeren met een licht verstandelijke beperking moeilijk vinden. Maar wat wel belangrijk is als je op eigen benen wilt staan. Op dit moment woont Sanne nog thuis bij haar ouders en is de noodzaak om bewust met geld om te gaan nog niet zo urgent. Thuis ben ik best wel lui. Alsjeblieft, wat voor thee wil je, Sanne? Ik wil heel graag op mezelf wonen. Daar zijn we ook al mee bezig. Ik moet huishouding nog leren en geld aan de kant zetten voor vaste lasten en zo. Is het hier ongelooflijk mooi? Ja. Maar voor jou is dit gewoon veel buiten zijn. Dat hoort erbij, toch, bij jouw leven? Want jij bent hartstikke sportief. Jij doet heel veel sportieve dingen. Ja. Vertel eens. Nijmegen Vierdaagse heb ik dit jaar voor de 10e keer meegedaan. En zeilen. Badminton zit er dan nog tussen. En zwemmen. Sanne, heb jij ooit tijd om gewoon even lekker op de bank te zitten? Ja, 's avonds. Wat voor werk doe jij? Ik werk bij een supermarkt. 3 keer in de week op de bakkersafdeling en vakvullen. Sanne verdient een redelijk salaris, maar het liefste geeft ze dat meteen weer uit. Ik heb dan meestal mijn pinpas mee naar het werk. En dat is dan gewoon verleidelijk om lekker ding mee te nemen. Van dit salaris moet ze maandelijks een aantal vaste lasten betalen en het niet uitgeven aan dingen die ze niet echt nodig heeft. Ja, die is volgens mij goed, hè? Is goed. Wat maakt het nou dat jij soms thuis komt met een hele andere tas met boodschappen dan met dat wat er op het lijstje staat? Omdat het altijd zo lekker is. Zo lekker? Ja. Want dan zie je lekkere dingen. Dan zie ik lekkere dingen. En dan denk ik, oh, dat kan ook nog wel even. En gaat dat dan alleen om snoep of gaat dat soms ook om... Chips ook wel eens. Ja? Ja. Als ik ga winkelen met vriendinnen, geef ik ook nog wel eens te veel geld uit dan ik eigenlijk wou aan kleding en schoenen en allemaal andere leuke dingen. Het lastigste vak. Ja, het lastigste vak? Ja. Het lastige gangpad. Want wat koop jij af en toe?
IJsthee. IJsthee? Ja. Ja, vind je dat heel lekker? Dat vind ik hartstikke lekker. Oh. Nu weet ze zich nog in te houden, maar bij het volgende gangpad wordt de verleiding te groot. Daar onderin. Welke? Hier, die helemaal? Ja. Die... Deze? Ja. Kijk. Dat is met allemaal dingetjes met zuur en zoetige en... Oh. Gaan we dit tegen je moeder vertellen of houden we dit voor ons? Dit... Hou het voor ons. We houden het voor ons. Jongens, we hebben het vandaag over geld, hè? Ja. En dat is best wel een deftig onderwerp. Ja. En daarom dacht ik, we moeten vandaag maar eens in stijl, lekker chic op pad. En daarom heb ik mijn auto meegenomen. Ja, mijn auto. En die staat daar op ons te wachten. Oh, limousine. Kijk, we hebben zelfs een eigen chauffeur. Oh, yeah. Sanne, jij mag als eerste. Ik mag als eerste. Echt mooi, hoor. Jongens. Het is hier groot, hè? Wow, dat is ook Dit is toch niet te doen. Zo, jongens. Jongens, hoe vet is dit? Heel vet. Lekker ontspannen. Ontspannen, relax. Ik mis net de champagne. Sanne, het staat je wel, hoor, zo'n limo. Vinden jullie niet? Ja, zeker, ja. Money, money, money. This is all funny. Money, money, money. Met 200 euro op zak voor het badmintontoernooi gaan we inkopen doen, waarbij Sanne de regie moet voeren. En wie mag wat gaan pakken? Janice gaat op zoek naar t-shirts, Mitchell en Vincent zoeken prijzen en Sander de badmintonrackets. En hopelijk komen ze nu wel bij jou terug om te overleggen, want eigenlijk kiezen ze gewoon maar iets. Ja. Heb je dat duidelijk gezegd? Nee. Ik merk aan mijn lichaamsbeperking dat ik toch achter de feiten aanloop dat ik niet zo snel ben. Wat heb je al gevonden? Ja, 2 t-shirts voor de mannen, maar ik weet niet of het voor allebei is, of voor een man of een vrouw. Of... En dit dan, een koekblik? Ja, vind ik ook goed. 1, 2. Hoeveel geld kost het? Weten we dat al? Heb je erop gelet? Het is wel een beetje duur. Oh, ook al. Deze was 7,50 en deze weet ik niet. Maar ik kan ook niks anders vinden, snap je? Wil jij kijken hoe duur deze zijn? Want dan hebben we daar staat geen prijsje op. Plus die. 50 van dat badminton. Een klein hoogrekening ben ik totaal niet. Dan moet ik er wel een rekenmachine bij hebben. Zullen we eens even een eindberekening gaan maken? Ja. Wat hebben jullie gehaald, jongens? 2 heerlijke koeienblikken, alleen even rondjes. Koeienblikken? Ja. 2 agenda's. En 2 pennen. En wat kost dat allemaal? Als ik even goed snel uit mijn hoofd reken, dit was 1 euro. Ja, 2 deze euro. Deze waren 10 bij elkaar. Oh, nee. En die 2 pennen waren 1,50. Ik ben heel erg snel afgeleid door allemaal dingen om me heen. Wat kosten die blikken? Bij elkaar 10 euro, dus... Maar wat kosten die blikken? Die kosten 5 euro per stuk. 5 euro per stuk. Nee, er staat 15. 50 is 130 euro. Oké, okay. 130 euro. 70 euro over. Zullen wij gewoon lekker af gaan rekenen en dan met z'n allen aan de slag gaan? Ja, is goed. 70 euro over. Daar moeten we het de rest van de dag mee doen. Omdat Sanne te makkelijk geld uitgeeft, regelen haar ouders tegenwoordig haar bankzaken en hebben een limiet op haar pinpas gezet. Moet hij op slot? Ja, we zijn natuurlijk in Friesland. Hoeft niet op slot. Hoeft niet op slot. Heerlijk. Hallo. En is het gelukt? Het is gelukt. Ja? Hoe was het op het werk? Leuk. Ja? Ja. Ik heb runde gehad. Lekker. Ik heb die gekocht. Lekker. Kon het niet te staan. Je kon het niet laten staan? Nee. En we hebben het er ook over gehad natuurlijk in de supermarkt. Waarom dat nou zo lastig is? Heeft u het idee dat het iets is wat ze zelf kan overwinnen, of heeft ze daar echt hulp bij nodig? Ik denk wel dat ze er hulp bij nodig heeft. He, want ik denk dat de drang naar het pakken te groot is. Dus dat ze daar wel eventjes wat ondersteuning bij nodig heeft. Ze kan nu nog wat ongeoorloofde zaken doen. Dus het is nu zaak om het nu te gaan leren, zodat ze dat straks, dat struikelblok, niet meer heeft. Is het ooit
echt misgegaan, zeg maar? Dat het geld op was of dat er te veel geld was opgemaakt? Ja, ze is ooit een keer kleding wezen kopen. En toen kwam ze terug. Kijk, dit heb ik gekocht, dit heb ik gekocht. Ik zeg, goh, en wat was de totale eindstand? Oh, 400 euro. Ja. Dus we hebben toen ook gezegd van, nou weet je, we gaan nu zorgen dat er 200 euro op die rekening staat, zeg maar. En dan kun je ook niet meer zoveel uitgeven.